Jeffy Hoogland, die zesdaagse, wat is het eigenlijk voor jou? Ja, een mooi moment om aan het publiek te laten zien wat je kan en goede trainingswedstrijden. Dat is eigenlijk wat het is voor mij op dit moment. Ja, het is wel extra show erbij. Ja, natuurlijk. Het wordt een beetje opgezweept door de commentator. En ja, het is natuurlijk iets uitgebreider als je wint. Krijg je gelijk je bloem op de finish en dergelijke. Maar uiteindelijk komt het neer op hard racen, hard fietsen en laten zien aan het publiek dat je ook de sterkste bent eigenlijk. Nou, daar ben jij toevallig wel goed in. Daar is Theo Bos ook wel goed in. Wanneer hoorde je eigenlijk dat jullie tegen elkaar zouden racen hier? Ja, vlak na de NK kregen we van de organisatie te horen van hey, met dit NK, dat is zo opgevallen, Theo die Jeffrey Hoogland verslaat. Dan willen jullie niet op de zesdaagse de openingsavond samen komen sprinten. En, ik zou hier sowieso al zijn en dat was de vraag aan Theo of hij daar voor open stond. En Theo vond het ook leuk om te laten zien. En denk je dan ook meteen van ja, dat is mooi, dan hebben wij een kans om ons te laten zien? Of denk je van ik wil hem ook terugpakken ook? Ja, tuurlijk. Als je die halve finale op NK van hem verliest, is dat super zuur. En natuurlijk, we hebben dat terugpakken. En uiteindelijk pak je hier niet de NK-titel mee, maar dat voelt dan wel even weer lekker. Ja, je gaat hierheen, je weet dat die race eraan komt. Het is wel anders dan anders, het is geen officiële prijs of zo. Hoe bereid je hier eigenlijk op voor? Nou, ik wist gewoon dat ik met de NK met mijn hoofd niet helemaal lekker zat. Daar had ik het gevoel van, ik ben eigenlijk niet goed. En als je helemaal dat in je hoofd hebt, is het heel moeilijk om wel goed te gaan rijden. Want dan denk je, van, als je een aanval wil gaan inzetten, dan ga je twijfelen van, ja, ben ik daar goed genoeg voor die aanval? En ik denk dat dat een beetje het probleem op de NK was. En daar heb ik dus helemaal van geleerd en naar gekeken. En ik ben hier naartoe gegaan zo van, gaan we rammen, gaan we pakken. En de druk is er op zich af. En laat maar gewoon zien wat je nu kan en probeer even die tactiek van hem te doorbreken. En dat ging hier goed. Als je dat zegt, hè, over die twijfel bij het NK, komt dat dan misschien ook wel omdat die grote meneer Bossen meedoet? Nou, in eerste instantie leek me dat niet zo te zijn. Ik had erop gerekend, alleen ik had mezelf nog wel even iets beter verwacht. En ja, we hebben gewoon gepiekt aan het begin van het seizoen en geprobeerd de volgende wereldbeker door te trekken. En daar zagen we al dat het afnam, de prestaties. En toen kwam het NK nog eens aan, waar we eigenlijk, wat we niet in onze planning hadden voor dit jaar. En ja, dan komt er toch media-aandacht en alles erbij kijken voor Theo. En ja, toen kwam op het laatst pas de druk van je moet hier even wat laten zien voor Nederland eigenlijk. En ja, dat lukte op dat moment niet. Nee, dan kan je nu die revanche nemen, dat is mooi. Jij bent de Europees kampioen. Hij is de Nederlands kampioen nu. Vandaag versla je hem. Jullie zijn concurrenten, maar jullie zouden ook teamgenoten kunnen zijn, toch? Ja, wij zouden zeker teamgenoten kunnen zijn, ja. En ik denk ook dat het heel mooi is als Theo als hij erbij komt en ons natuurlijk met al zijn ervaring kan helpen. Dat zou zijn wat ik mooi zou vinden, zeg maar. En dan heb je het over de teamsprint richting Rio Olympische Spelen. Ja, niet alleen de teamsprint. Ik denk ook gewoon individueel de tips voor de sprint en hoe hij dingen ervaart. En hoe hij de voorbereiding naar de Spelen heeft meegemaakt. En waar hij misschien dingen heeft laten liggen en dingen goed heeft gedaan. Die kennis kunnen wij mooi van hem gebruiken. En ja, als hij zich bewijst dat hij hard genoeg rijdt, dan als hij een plekje in de sprint heeft, kan hij ons ook mooi helpen. Of in de teamsprint, dan kan hij natuurlijk ons ook goed helpen. Sinds hij ook aankondigde van ik ga weer die baan op, bijna het lijkt alsof heel Nederland er al vanuit gaat, oh die rijdt zich er wel tussen. Ja, maar ja, dat is natuurlijk het effect van de media en de naam Theo Bos. En laten we niet vergeten, hij is heel goed en hij heeft heel veel dingen neergezet. En hij is zeker weer op de goede weg nu. Hij heeft echt goede tijden laten zien op het NK en heeft laten zien dat hij echt nog goed en slim kan rijden. En ja, uiteindelijk gaat hij voor teamsprint plek 3. En ja, laat hem zich maar waarmaken en erbij komen eventueel. Ja. Wat jou betreft, want Nederland kan er alleen maar beter van worden, toch? Ja, precies. We hebben een stukje onderlinge concurrentie. En als we de huidige teamsprint willen houden, zullen we harder moeten trainen. En gaat Theo en eventueel Roy van den Berg harder. En dan kunnen die er ook gewoon bij komen. Zo is het. Zo hard is het. Hoe is het om op die piste te rijden tegen hem vandaag hier zo? Ja, ik voel me echt nog wel een beetje een kleine jochie bij hem, denk ik. Je voelt gewoon de mensen die achter hem staan en je weet dat hij een grote naam is. En, het voelt gewoon heel cool om eigenlijk tegen hem te sprinten. En dan, dat je ook nog eens de wil hebt om hem te verslaan, maakt het toch echt wel heel leuk. Ja, want je pakte die eerste rit, je had 3 ritten potentieel althans. Die eerste pak je, die tweede wil je eigenlijk ook wel hebben. Ja, ik dacht ook even dat ik hem had, die tweede rit. Ik,
Ik reed op zich best sterk, best goed. En op laatst, echt zo'n klein stukje, komt hij er langs. En ja, dat was eventjes zuur. En dan moet je weer overzetten dat je nog een rit moet gaan rijden. En moet je weer klaar gaan maken. En dan moest ik hem nog maar pakken. Weet je wat raar is? Hij is natuurlijk een wegrenner geweest. Jij bent echt een sprintman op de baan. En dan kijk ik naar jou, is ik een beer van de gozer. En naast jou is hij echt een heel iel mannetje. Maar vergis je niet, hè? Nee, vergis je niet. Hij heeft zeker de tactische aspecten nog en nog heel veel power. Wat mij ook echt heeft verbaasd, zeg maar. Als je hem aankijkt, dan zul je echt denken dat hij best wel veel op de weg is geweest. En dat is hij natuurlijk ook. Dus dat hij veel op de weg is geweest en toch een stukje spierafname heeft. Maar hij kan er echt nog heel hard mee fietsen. Ja, toch best bijzonder. Misschien is hij wel beter teruggekomen. Ja, wie weet. We zullen zien. Hij rijdt wel echt goede tijden. Ik denk wat hij vroeger ook zo'n beetje reed. Dus dat is heel mooi. Jij verslaat hem vandaag. Jij gaat nog even genieten, geloof ik, hè? Ja, ik ga nog even genieten en nog een teamsprint rijden met het huidige team.